Welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. We hebben een tijdje geleden gezegd dat we onze studio aan het opruimen zijn. We zijn de boel helemaal aan het herinrichten en ik heb een heel leuk idee gekregen. We hebben een hele hoop cadeaupapier. En hoe kan je dat nou goed opbergen? Bijvoorbeeld in een kast. Je ziet het hier al. Dit was de binnenkant van zo'n rol cadeaupapier. Die hebben we bijgehouden om ooit mee te knutselen. Dit zijn dan verschillende kleurtjes papier. Er zit ook een hele rol papier bij. Heel handig om die samen op te bergen, maar hoe? Het rolt alle kanten uit, het ziet er niet netjes uit. Ik heb dus een idee gekregen en het is helemaal niet zo moeilijk. Misschien kennen jullie deze dozen wel. Die vind je bij IKEA. Ze hebben een onderverdeling en een handvat. Als je bij IKEA bestek koopt of glazen of borden, dan krijg je zo'n doos bij. En daarmee kan je de boel dan veilig naar huis transporteren. Wat heb ik nu ontdekt? Je kan deze doos ook heel goed gebruiken om cadeaupapier in te ordenen. Hoe dat werkt, dat ga ik je dus nu laten zien. Je hebt in de doos twee vakken. Er zat zelfs al iets in, dat rolt er nu uit. En het leuke is dat die vakken diep genoeg zijn om het cadeaupapier erin te zetten. De buitenkant die kan je nog versieren natuurlijk. En dan kan je dat doosje ergens in een hoek zetten of in een kast. En dan blijft je cadeaupapier altijd mooi ordelijk staan. Kan het niet alle kanten uitrollen. Mijn rollen zijn soms wat groot. Ik ga dus wat elastiekjes gebruiken om dat in te perken. Als je nog een restje over hebt of bijvoorbeeld zo'n stuk karton, dan kan je dat vaak strakker oprollen. Let op wel dat je het papier niet beschadigt. Als alles klein genoeg is, kan de elastiek er rond. Die rollen stop je dan allemaal in de doos en wat er vroeger als een grote berg cadeaupapier uitzag, is nu mooi ordelijk. Er is zelfs nog een hele hoop plek over. En ook is het heel handig om mee te nemen. Je gebruikt het handvat gewoon en dan haal je cadeaupapier erbij. Helemaal fantastisch natuurlijk is dat je deze dozen gratis krijgt bij IKEA. Je moet wel iets kopen, maar dan mag je ze meenemen. Deze oplossing is dus niet alleen heel erg handig, maar ook heel goedkoop. Voor knutselpapier vind ik het er al goed uitzien, maar ik hou wel van versieren, zoals jullie weten. Dus ik ga de doos zelf ook nog versieren. Ik gebruik hiervoor washi sheets, die plakken vanzelf. En dit is hem dan, de goedkope, handige opbergdoos voor cadeaupapier. Ik ben echt heel tevreden met het resultaat. Ik hoop jullie ook. Er is nog een hoop plek over voor andere cadeaupapierrollen of andere spulletjes. Als jullie nog ideetjes hebben, laat die dan zeker achter bij de reacties. Misschien kan je deze doos ook gebruiken om iets anders mee op te bergen. Laat zeker weten wat. Dat is niet enkel leuk voor ons, maar ook voor de andere kijkers van deze video. Als je nog meer inspiratie nodig hebt voor opbergsystemen, kijk dan zeker even rond op het kanaal. Dit is niet onze eerste video waarin we de boel opruimen. Abonneer je ook, zodat je nooit nog even onze filmpjes mist en deel je favoriete video's met vrienden. Dan kan je samen aan de slag en dat is een stuk leuker en motiverender dan alleen. Zodra onze studio helemaal is opgeruimd en we hem vol hebben gestopt met leuke opbergideeën, dan maken we daar natuurlijk een video over. Houd het kanaal in de gaten om die niet te missen of abonneer je gewoon. Vergeet dan zoals gevraagd geen thumbs up te geven als je deze video interessant vond en dan hopen we jullie terug te zien bij een volgende video van Doe Het Zelf Ideeën. Tot dan!